Welkom bij de Weblechtse geneesmiddelen bij levercirrose in het kader van de summeleerlijn klinische farmacologie. Ik wil je voorstellen aan meneer Smit. Hij is 65 jaar en bij u bekend met alcoholische levercirrose. Aan medicatie gebruikt hij pantoprazol, eenmaaldaags 40 mg, oxazepam, eenmaaldaags 10 mg, metoprolol-retard, eenmaaldaags 100 mg, simvastatine, eenmaaldaags 40 mg en tramadol, driemaaldaags 50 mg, zo nodig. De vraag is welke middelen u aanpast en wat u aan patiënt vertelt over over-the-counter geneesmiddelen. Ik kom later op deze casus terug en zal eerst wat dieper ingaan op levercirrose, op de basale farmacokinetiek voor zover dat relevant is voor deze weblecture en vervolgens op het gebruik van geneesmiddelen bij levercirrose ten aanzien van de farmacokinetiek, farmacodynamiek en eventuele bijwerking. En tot slot zal ik nog enkele fabels bespreken ten aanzien van het geneesmiddelengebruik bij levercirrose. Levercirrose leidt tot een aantal complicaties en een daarvan is portale hypertensie. Portale hypertensie kan gepaard gaan met portale gastropathie, met portosystemische shunting, waarbij het bloed de lever bypast, en met ascites. En daarnaast kan levercirrose ook leiden tot leverfalen, hetgeen gepaard kan gaan met encefalopathie, met een laag albuminegehalte in het bloed en met een gestoorde stolling. En als laatste kan levercirrose ook leiden tot een hepatorenaal syndroom, waarbij de nierfunctie verslechtert. Voordat we ingaan op de gevolgen van levercirrose is het nodig om kort de farmacokinetiek op te frissen. En dan beginnen we bij de oplaaddosis. Als je een oplaaddosis via het infuus geeft, dan is de uiteindelijke concentratie de dosis die je in totaal geeft, gedeeld door het volume waarover die dosis zich verdeelt, het verdelingsvolume. Geef je geneesmiddel echter oraal, dan kan dat geneesmiddel al afgebroken worden in de darmwand en vaker in de lever. En daardoor komt er maar een fractie van de totale dosis in de bloedbaan terecht. En die fractie noem je de biologische beschikbaarheid. De uiteindelijke concentratie is dan die fractie keer de gegeven dosis gedeeld door het verdelingsvolume. Bij een onderhoudsdosis is er sprake van een steady state. En in die steady state geldt dat de hoeveelheid geneesmiddel die je toedient gelijk is aan de hoeveelheid geneesmiddel die er per tijdseenheid uitgaat. En de hoeveelheid die je toedient is de fractie keer de dosis. De hoeveelheid die er uitgaat is de klaring, het aantal milliliters dat je per tijdseenheid schoonmaakt, gedeeld door de concentratie geneesmiddel in die milliliters, de steady state. Dat kan je in een formule uitschrijven en dan kom je op deze eindformule, de steady state, is de fractie keer de dosis gedeeld door het tijdsinterval tussen de dosis keer de klaring. Wat verandert er bij levercirrose? Allereerst kan de biologische beschikbaarheid toenemen doordat geneesmiddelen niet meer na opname worden afgebroken in de lever, maar terechtkomen in de systemische circulatie. En dat is vooral van belang bij geneesmiddelen die normaliter een lage biologische beschikbaarheid hebben, omdat ze in grote mate worden weggevangen door de lever. Als dat niet meer gebeurt, dan kan het zijn dat je na een eenmalige dosis een hogere spiegel in de systemische circulatie bereikt. Dit fenomeen kan ook problematisch zijn bij prodrugs en dan geldt eigenlijk het omgekeerde. Als een geneesmiddel in de lever omgezet moet worden tot een actieve metaboliet, dan kan het zijn dat dat in mindere mate gebeurt en dat patiënten dus lagere spiegels hebben van de actieve metaboliet. Naast bovenstaande kan natuurlijk ook de klaring afnemen en dan speelt met name het CYP3A systeem daarbij een belangrijke rol. En als de klaring afneemt, dan neemt uiteraard de halfwaardetijd toe. Hiermee moet je met name rekening houden als middelen voor meer dan 20% hepatisch geklaard worden en als er sprake is van een smalle therapeutische breedte. Als het niet uitmaakt als de spiegel wat stijgt en je geen toxische effecten verwacht, dan is het natuurlijk niet nodig om een dosis aan te passen. Maar ligt de therapeutische spiegel heel dicht bij de toxische spiegel, dan kan het nodig zijn om de dosis aan te passen. Daarnaast kunnen er nog andere factoren bij levercirrose een rol spelen. En het is de eerder genoemde gastropathie, die kan leiden tot een verminderde absorptie. De eerder genoemde hypoalbuminemie en of ascites, die kan leiden tot een ander verdelingsvolume. En tot slot het hepatorenaal syndroom, waarbij de nierfunctie afneemt en ook de renale klaring van geneesmiddelen gestoord kan zijn. Daarnaast kan het ook vanuit farmacodynamisch oogpunt goed zijn om rekening te houden met levercirrose. Want levercirrose kan aanleiding geven tot een aantal symptomen en daaronder vallen encefalopathie, gastrointestinale bloedingen en een hepatorenaal syndroom.
En je kan je uiteraard voorstellen dat het voorschrijven van geneesmiddelen die deze beelden verergeren niet verstandig is. Bij encefalopathie gaat het dan met name om opiaten, sederende middelen en anxiolytica. Bij gastrointestinale bloedingen gaat het met name om NSAID's. En ook bij een hepatorenaal syndroom gaat het om NSAID's, omdat NSAID's door hun invloed op prostaglandine de doorbloeding van de glomeruli verder kunnen verslechteren. Tot slot kan het ook zijn dat levercirrose het therapeutisch effect van geneesmiddelen beïnvloedt. En het is onder andere het geval bij furosemide. Naast veranderingen op het gebied van farmacokinetiek en dynamiek, weten we dat sommige geneesmiddelen ook bijwerkingen kunnen geven in de setting van cirrose. En dat geldt onder andere voor protonpompremmers. Bij cirrose geven deze een hoger risico op spontane bacteriële peritonitis. En het is dan ook verstandig om deze niet, en als het dan toch moet, kort voor te schrijven bij patiënten met levercirrose. Ten aanzien van hepatotoxiciteit zijn er eigenlijk weinig geneesmiddelen die puur door de levercirrose een verhoogd risico geven op een drug-induced liver injury. Er zijn een paar middelen die wel bekend staan om hun direct hepatotoxische effecten bij levercirrose. En dat zijn tuberculostatica, antiretrovirale middelen, metimazol, metotrexaat, valproïnezuur en vitamine A. Tot slot kunnen ook alternatieve geneesmiddelen hepatotoxiciteit veroorzaken en is het bij levercirrose raadzaam om deze zoveel mogelijk te mijden. Dan nog een paar fabels. De allereerste betreft paracetamol. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is paracetamol in de context van levercirrose de meest veilige pijnstiller, zolang je deze niet hoger doseert dan 3 gram per dag. Voor statines geldt eigenlijk hetzelfde. Veel mensen denken dat je dat beter niet kan geven bij cirrose, maar de gedachte is dat het waarschijnlijk zelfs gunstig is bij een virale hepatitis en een steatohepatitis. En ook voor orale antidiabetica, waaronder metformin, geldt dat het waarschijnlijk gunstig is bij een steatohepatitis. Je kan deze middelen dus allemaal rustig voorschrijven bij levercirrose. Hoe ga je praktisch om met een patiënt met levercirrose? Schrijf allereerst voor in lage doseringen en doe dat vooral bij geneesmiddelen waar sprake is van een groot first-pass effect en waarvan het metabolisme via CYP3A-enzymen verloopt. Vermijd sedatieve anxiolytica en opiaten en vermijd ook NSAID's, protonpompremmers en een hele kleine groep direct hepatotoxische middelen die ik zojuist heb besproken. Wees aan de andere kant niet onnodig terughoudend met paracetamol, statines en orale antidiabetica. Tot slot de casus. Meneer Smit, 65 jaar, met alcoholische levercirrose en een aantal geneesmiddelen, waarvan de vraag is of u deze aan moet passen en hoe u dat zou doen. Zoals besproken zijn pantoprazol en oxazepam allebei gecontraindiceerd bij patiënten met levercirrose. Daarnaast kent metoprolol een belangrijk first-pass mechanisme en is het raadzaam om de dosering hiervan te verlagen. Datzelfde geldt voor tramadol, wat overigens niet de pijnstiller bij voorkeur is, en om die reden dient paracetamol toe te worden gevoegd in een dosering van maximaal 4 tot 6 maandaags 500 mg. Ten aanzien van over-the-counter middelen is het verstandig om patiënten erop te wijzen dat hij geen NSAID's moet gebruiken en dat datzelfde geldt voor alternatieve geneesmiddelen.